Waarbij aan de buitenkant nu Godijn van Flevo de aanval serieus inzet op Fladder Greenwood. Maar Fladder Greenwood is een taaie. Oh, daar springt Fladder Greenwood ook op. En dan komt aan de buitenzijde de aanval van Vondelpon op Godijn van Flevo. Iris of Blue daar nog altijd goed bij. Godijn van Flevo echter heeft de zaken zo te zien stevig onder controle. Godijn van Flevo heeft een grote voorsprong. Iris of Blue echter komt nader en nader. En probeert er nog met één jumpy aan de binnenkant. Maar Godijn van Flevo is binnen. Iris of Blue 2. Derde Vondelpon. Vierde Bennery. Ja, Peter zei het al, ik kreeg een lief cadeau. Dat was ook niet logisch met nummer 11, maar ging vandaag wel heel sterk. Ja, Merrie ging fantastisch. En nummer 11, je weet, je rijdt de favoriet. En dan moet je ook wel rijden, een beetje als je favoriet. Van start af zag ik een paar springers, ik kon een beetje tussendoor schieten. Kon ik er net niet tussen. Ja, net wel, net niet. Dus je wil ook niet opgesloten raken. En ik wist dat zij een verschrikkelijk goed eindschot heb. Dus daar heb ik op gerekend en ze maakt het super af. Sterk. Je eigen vakproductje ook sterk. En tot over 2 weken maar. Het was een lange dag. Zeker weten, Tim. We komen weer terug. De uitslag, dames en heren, van de zesde en laatste is officieel. Die werd gewonnen door partner 11 Godijva Flevo. Wim Brouwer in een toptijd van 1:18.7. De start is gevallen, begin met een galoppade voor Fleur Europoort. En daardoor kan ook Vondelpon niet echt profiteren. Uitgeslagen paard nummer 2, galop. We gaan de eerste bocht in, goede start voor Contest Ter Zijpen. Die krijgt zo dadelijk een aanval van een aandringende Fladder Greenwood. Rond de huizen komt Ben Hurry naar voren. Angeline zit daar nog altijd een beetje ongelukkig in dat gebeuren met haar galopperende paard. Iris of Blue ligt al mooi in de frontlinie. En we gaan dan op weg naar de overzijde van de baan. Eens kijken of hij er even uit mag zo dadelijk van Blankendaal. Het lijkt er wel op dat Angeline eruit kan. Dat gebeurt hier. Heel correct opgelost, Proficiat. Galoppade in het achterveld voor Apollonia. Vooraan krijgt Contest Ter Zijpen inmiddels de aanval van de aandringende Fladder Greenwood. Fladder Greenwood, die voor hetere vuur heeft gestaan. Heeft hier de leiding. Tweede plaats erachter Ben Hurry. Dan Iris of Blue, waar een start is daar geweest, zeg, voor die Godijva Flevo. Die komt daar aan de buitenzijde al goed naar voren. Als we afkomen op de rechte lijn met nog 2 rondes te gaan. Fladder Greenwood, tweede plaats erachter de 1. Dat is Contest Ter Zijpen. Daarachter de 6 Ben Hurry. Buitenzijde dan Godijva Flevo. Ideale gangmaker voor Vondelpon. Achter deze paarden is het dan het nummer 5 van Iris of Blue. En die wordt gevolgd door Albert H. Achter Albert H. hebben we dan aan de buitenzijde ook iets wat opkomend nu die Kozaidu. En we gaan dan af op de overzijde van de baan en dan is het aankop van het veld Fladder Greenwood. Fladder Greenwood, buitenzijde Godijva Flevo en die stampt lekker door. Achter Godijva Flevo, het zijn wel de favorieten die zich komen melden, komt aan de buitenzijde dan ook die Vondelpon. Achter Vondelpon is het in het tweede spoor Iris of Blue en aan de binnenzijde Ben Hurry. Zo komen we dan in compacte formatie af op de rechte lijn voor de tribune. Gebeurt er nog wat in het achterveld? Daar zien we onder andere Cavalli Starlake met Henk van Wonderen. Maar die heeft nog een bergwerk te verzetten. Wordt nog vooraf gegaan door paarden als Kozaidu en Albert H. Maar we komen inmiddels in de rechte lijn. En het is nog altijd aan de leiding Fladder Greenwood. Fladder Greenwood aan de binnenzijde achter Godijva Flevo. Dan Vondelponne. Achter deze paarden meldt zich Iris of Blue. Ben Hurry gaat makkelijk mee aan de buitenkant. Vanuit de start van het veld. Nu de aanval van Ton de Wit. Die hadden we nog niet genoemd met zijn Galaxy W. En die probeert in het buitenste spoor nu wat treinwinst te boeken. Maar het gaat nog allemaal niet van harte. Want 4 paarden die beginnen zo langzamerhand wat afscheid te nemen van de rest. Waarbij Fladder Greenwood nu een serieuze aanval te verduren krijgt van Godijva Flevo. Vondelpon die volgt daarachter dan in derde stelling. En op de 4e plaats Iris of Blue. Deze paarden hebben toch wel duidelijk de voorsprong genomen op de rest. Waarbij aan de buitenkant nu Godijva Flevo de aanval serieus inzet op Fladder Greenwood. Maar Fladder Greenwood is een taaie. Oh, daar springt Fladder Greenwood ook op. En dan komt aan de buitenzijde de aanval van Vondelpon op Godijva Flevo. Iris of Blue daar nog altijd goed bij. Godijva Flevo echter heeft de zaken zo te zien stevig onder controle. Godijva Flevo heeft een grote voorsprong. Iris of Blue echter komt nader en nader. En probeert er nog met 1 jumpy aan de binnenkant. Maar Godijva Flevo is binnen. Iris of Blue 2. Derde Vondelpon. Vierde Bennery.